Wat is dat geluid? Oh, ik word gebeld. Hallo, met Giel? Giel? Ja, hallo, Pro. Giel, wat is er? Doodgeval? Wat is er? Kom naar het politiebureau. Waar is hij weg? Hoe kan dat nou weer? Hij is weg. Nee, joh. Wat is er gebeurd? Ja, wacht, ik kom eraan, ja? Ik kom eraan. Wat? Oh, nee. Kijken wat er allemaal aan de hand is hier. Want we hadden de stalker gisteren opgesloten. En wat is er nou weer gebeurd, Giel, kom snel mee. Wat is er aan de hand? Hij is gewoon weg. Er is niks kapot. Er is niks raaks. Hoe dan? Ja, maar... weg. Hoe dan? Ik weet het echt niet. Wacht eens even, maar... ik ben helemaal in de war. Wacht even. We hadden hem hier ingedaan en... maar dan was het glas toch kapot geweest als hij dat... Een of andere manier had weggehaald. Heeft hij de code te weten kraken of zo? Ik weet het dat echt zou niet. Misschien kunnen, omdat hij ook zo'n goede code op zijn eigen deur had. Nee, trouwens, dat is helemaal niet logisch. De code was 1236. Die raad je niet zomaar. Ik weet, nee, precies. Ja, dat bedoel ik dus. Trouwens, dat is misschien best wel een makkelijke. Nee, dat heeft hij nooit kunnen raden. Hoe is hij weg? Hoe kan dit? Ik heb geen idee. Had hij misschien ook zo'n codebreker of iets? Ja, maar, Pro, jij hebt hier toch de hele nacht staan bewaken? Ben je slaapgevallen of zo? Nou, ik ben de hele nacht beneden geweest. Oké, het was misschien slimmer geweest als je gewoon hier was gaan zitten in plaats van beneden. Ja, joh, had jij er dan gezeten? Jij was hebt zo sowieso leuk om weer de hele nacht bed was lopen spelen op playbetplus.nl. Ik wil slapen, zeg ik. Wees eens eerlijk. Jij hebt sowieso Badwas gespeeld vannacht. Nou, je kan dan mij allemaal wel de schuld geven, maar wij zijn gewoon allebei... Heb ik gelijk of niet? Nee! Nee, luister. Nou, oké, een beetje, maar luister. Een beetje. Daar zijn die politiecomputers niet voor bedoeld, hè, Pro? Nee, maar zelfs die politiecomputers kunnen gewoon Badwas aan op Cluster. Ja, ik weet het, dus... maar... Okay. Bro, maar okay. Los daarvan. Maar hoe is dit gebeurd? Moeten we niet gaan zoeken of zo? Ja, maakt het nog uit hoe het is gebeurd? We moeten hem toch gewoon weer vinden. Ja, nee, dat zeg ik. Even kijken, is hij misschien in een politiebureau ergens? Even kijken, heb je hier de hele tijd gezeten? Denk ik niet? Ik heb overal gekeken. Ja, hier heb ik gezeten. Ja, precies. Hij is ook niet even een luchtje scheppen. Ja, hij is gewoon weg. 100%. Oh nee. Accepteer het, hij is weg. Hoe gaan we dit nou weer tegen de rest vertellen? Even serieus. Ik ga nog wel even alles doorzoeken hoor. Hier misschien. Oh, die stalker! Misschien is hij hier boven op het dak of zo. Giel, of staat de helikopter weg. Okay. Hij is niet met de helikopter ontsnapt. Oh, wat Misschien is dit nou kan hij niet weer? Zo'n helikopter vliegen. We moeten dit snel aan de rest gaan vertellen. Ja, laten we naar Mick gaan. Dat is misschien wel een goed idee. Oh, hij gaat dit echt niet leuk vinden, Pro. En het is ook logisch, want hoe heb je dit kunnen laten gebeuren? Nee, je gaat niet alleen mij de schuld geven. Ik zeg net ook jij al, jij wilde niet... Nee, jij wilde niet de nachtwacht nemen. Ja, oké. Okay. Ja, jij moest zo nodig weer slapen, want je schoonheid slaap je. Ja, dat is ook belangrijk. Anders zie je er nooit zo goed uit. Ja, dat is ook belangrijk, maar ik mocht hem niet hebben, dus. Ja, oké, nou, laten we naar Mick gaan. Oh, dit gaat hij echt zo niet leuk vinden. Oh, hij gaat echt boos worden, Pro. Hij gaat echt boos worden. Ja, allemaal jouw schuld. Nee, grapje. Oké, okay. Nee. Het is onze schuld. Stop okay, met ons allemaal. Het is ook Mick's schuld. Die wilde ook slapen. Ja, net zo goed. Mick die wilde ook zo graag slapen. Oké, nou, laten we maar kijken of dat hij thuis is. Ik hoop het in ieder geval. Mick? Hallo? Mick? Ja, ja. Kom naar beneden. Ja, dit is een noodgeval. Ik kom bewaken. Noodgeval. Mick, ja, kom op. Jeetje. Ja, jongens, ik heb een groot huis. Mick, er is wat zeg gebeurd. Zeg het toch, noodgeval? Leg hem maar uit, Pro. Leg hem maar uit. Ik was helemaal boven. Stalker is weg. Hey, wat? Ja, de stalker is weg. Ja. Hoe dan? Hij zat in de gevangenis. Ja, ik weet hij het is ook ontsnapt. Niet. Er is niks te zien. De jij gevangenis had, is niet jij kapot. Had opletdienst. Nee, ik zat beneden gewoon aan de receptie, oké? Okay? Oh, ja, je zat Badwars dus te spelen. Al, maar, ja, ik zei het ook al en hij speelde Badwars. Hij heeft het net al toegegeven. Hij zei maar dus een paar potjes, maar ik denk dat hij de hele nacht heeft zitten spelen. Jullie wilden allebei zo nodig slapen. Jullie konden ook net zo goed de nachtwacht nemen. We maken play.kleurstap.nl veel te leuk. Ik hoor het al. Ja, inderdaad. Het is niet goed. Dit is niet... Pro, oké, stop, maar we moeten nou iets doen. Ja, hoe is je ontsnapt dan? Ja, zeg maar. Ja, dat weet ik dus ook niet. Ik neem aan. Heb je hem vrijgelaten? Ja, Mick, kom maar eens even mee. Kom maar eens even mee naar die cel. Kom maar. Er is helemaal niks. Je ziet hier een raam of zo die gebroken is. Er is geen raam kapot. Er is geen tralies kapot. Er is geen deur kapot. De enige manier hoe dat hij eruit heeft kunnen komen is door de deur. Door de goede code in te voeren, denk ik. Heeft een van jullie de code hardop gezet toen je hem erin zette? Mag hopen van niet, toch? Jongens, ik moet even iets zeggen. Wat heb je gedaan? Nee. Ik heb niks gedaan, maar dit hebben we allemaal dom gedaan. Waarom hebben we niet even, zeg maar, zijn inventory leeggemaakt? Oh ja, dat hebben we inderdaad niet gedaan. Maar hoe heeft hij dan weer iets terug kunnen plaatsen? Want kom ja, maar misschien naar heeft boven. Hij ook zo'n codebreaker. Dat zou best wel kunnen, inderdaad. Ja, wil je nou zeggen dat hij net zo goede machines kan maken als de professor? Ja, nou, hij kan toch bij de professor het gestolen hebben, misschien? Ja, dat zou... Ja, nee, want dan moet hij toch eerst de gevangenis uitgewezen. Oh, wacht, dat heeft hij natuurlijk gedaan voordat we hem oppakten. Dat zou kunnen. Ja, hij heeft waarschijnlijk gewoon alles gehoord van wat we hebben gezegd. Ja, over en die code
hij zwerfde wel al echt een week rond de kleurstad. Dus in principe, hij heeft wel alle tijd kunnen hebben om te kunnen uitvinden waar we mee bezig zijn. We hadden zijn inventory leeg moeten maken, jongen. Ja, dat is echt super dom. Okay, het is niet mijn schuld. Het is onze schuld, van ons allemaal. Dus okay, het is ook jouw schuld. Eens. Het is iedereen schuld. Jongens, laten we even gaan zoeken, want dit gaat echt helemaal niet goed zo. We hebben nog nergens gezocht. Kom op, we moeten even minder balen dat we hem kwijt zijn. We moeten hem weer vinden. Dat is de volgende prioriteit. Waar gaan we zoeken? Ja, hij zal waarschijnlijk niet meer in zijn huis zitten. Misschien zit hij nou in iemand anders zijn huis te chillen. Misschien wel. Kom, laten we eventjes dit stuk doorspitten, jongens. Kom op. Ja, maar misschien zit hij wel in de geheime bunker van mij. Ja, dat zou kunnen. Ik ga even in de bank kijken, want dat doen dieven. Die gaan naar de bank om hem te overvallen. Oké, ik ga helemaal huis even onderzoeken, Giel. Is goed. Ik ga eventjes naar de autowinkel. Pro, pak jij de Airbnb daar? Ja, die pak ik. We hadden hier ook een bunker zitten. Die had een noob gemaakt laatst voor een video. Even kijken. Nee, hier zit hij ook niet. Oh, waar is die nou, die rotstal? Jongen, wat is dit allemaal? Ik word er wel een beetje gek van, hoor. Hier verder buiten zie ik hem ook nergens. Wat is dit voor duchthuisje eigenlijk? Hij is niet bij de B&B. Mick, heb jij hem kunnen vinden? Mick? Waar is Mick? Is hij gevangen door de stalker? Hij zou binnen zijn hele huis doorkomen, volgens mij. Mick, hallo? Hoi. Ik was helemaal boven. Ja, ik raakte al een beetje in paniek. Mick, wat moeten we ermee doen? Nee, hij is hier helemaal nergens. Oh nee. Misschien heeft een loop hem gezien. Dat kunnen we checken. Ja, ga maar even kijken. Jongens, zoek even door, ja? Ik ga even vragen bij de noob of dat hij wat gezien heeft. Ja, is goed. Tot zo. Eventjes kijken of dat hij thuis is. Oh ja, hij had natuurlijk een hele muur gebouwd om zijn huis heen. Waarom heeft hij daar ook een deurblokje neergezet? Zo kan iedereen erin. Geel! Geel! Noob, hallo? Hey, waar ben je? Boven, ik ben hier. Wat is er aan de hand? Ik doe wel even open, hoor. Ja. Hey, kom hier zomaar over mijn muur heen. Luister eens eventjes. De stalker is ontsnapt vanochtend uit de gevangenis. Echt waar? Ja, want ik dacht al dat ik hem zag lopen vandaag. Maar je zag hem al lopen? Wat is dat? En dan bel je niet eventjes of zo? Ja, ik dacht, zou die er nou zijn of niet? Maar Noob, je weet toch dat we hem gisteren hebben opgesloten? Als de stalker dan weer vrij rondloopt, dan moet je toch wel iets doen, iets zeggen? Oh ja, maar ik dacht, omdat hij opgesloten was, kan hij toch nooit dezelfde zijn. Noob, je hebt hem toch niet vrijgelaten? Nee. Ik ben gewoon hier geweest. Ik zag al iemand lopen, maar ik kom niet meer buiten, hoor. Ik vind het veel te eng worden met al die vreemden hier in kleur staan. Ja, nee, dat snap ik. Maar Noob, kom op. De volgende keer als je zo iemand ziet lopen, dan bel je toch meteen. Oh ja. Jij bent ook politieagent, hè? Ja, ik ben ook politieagent, maar was gewoon super bang. Dus ik bleef gewoon hier zo. En ik dacht er dus in. Ik denk, er zijn dadelijk meerdere of zo. Jongen, Noob. Ja. Hoe kan dat nou weer? Maar het was dus dezelfde. Welke kant liep hij op dan? Overal. Hij ging eerst daarheen. Ja, maar naar jouw Noob, huis. Hoe kun je dat niet zeggen? Ja, ik dacht, het is gewoon iemand anders. Ja, maar, want ik dacht, iemand anders. Er ziet er maar één iemand zo uit als een stalker. Ik heb nog nooit iemand gezien die er maar een beetje bij in de buurt komt. Ja, sorry. Ik heb er niet aan gedacht. Nee. Ik dacht, ik kan niet, want hij zit in de gevangenis. Noob, kom op. Dan heb je zo'n groot kasteel gemaakt van je huis. En dan ben je de hele dag aan het opletten, gewoon hier. En dan geef je het niet door. Echt, sorry hoor, maar dat is echt super dom. Sorry dat ik het zeg. Nou, dat is niet dom. Ik dacht, hij zit in de gevangenis. Volgens mij heb jij gewoon zelf niet op zitten letten op de pro, hè? Doep, we hebben allemaal niet opgelet, maar jij had iets kunnen doen zodat we hem weer konden vangen, maar dat heb je niet gedaan. Wat ik ga doen is mezelf verstoppen, want ik vind het veel te eng worden in Kluisdorp. Doei Noob. Dit is... Jongen. Weet je wat? Ik ga dit gewoon eventjes tegen Mick en de pro vertellen, want dit vind ik wel echt heel erg wat hier gebeurt. En daarna ga ik ook nog even een kijkje nemen bij de professor, want misschien dat hij dus iets mist. Zo'n codebreker of zo, misschien had hij er nog eentje gemaakt, ik weet het niet. Mick, hallo? Mick, pro, zijn jullie hier? Hallo? Ja. Waar is de pro? Ik weet zeker dat hij hier niet zit. De stalker dan, tenminste. Daar. Pro is daar. Daar is de pro. Ja, jongens, luister, ik ben toen bij de noob geweest en hij heeft wel iets gezien. Ja. Wat? Heeft hij iets gezien? De noob heeft vanochtend de stalker door heel Kleurstad heen zien lopen en hij heeft niks gezegd. Oh nee, heeft hij hem vrijgelaten? Nee, hij heeft hem niet vrijgelaten, zegt hij. Dus dat heeft hij wel zelf gedaan, de stalker dan. Dus ik ben van plan om even naar de professor te gaan om te kijken of dat hij wat mist of zo. Ja, ik denk dat de noob ook niet eens de code weet. Luister, pro, hoe zou jij de noob niet hebben horen binnenkomen? Ik bedoel, hij heeft hem niet vrijgelaten, 100%. Dat noob is ook nog eens een heel goed punt. Ja. Ik bedoel, de noob komt altijd zo binnen. Hallo! Anders was het wel jouw schuld, pro, als noob. Ja,
nee, klopt. Dan wel, dan ja, wel. Dan wel. Maar dat is dus niet gebeurd. Maar goed, de noob had ons kunnen bellen, heeft hij niet gedaan. Ook weer iets voor de noob om te doen natuurlijk. Wat had je ook anders verwacht. Maar goed, ik ga nu naar de professor toe om te kijken of dat de professor misschien zo'n codebreker mist of zo. Misschien heeft de professor nog wat gehoord. Weet het niet. Ja, ja, wij zullen nog wel even wat andere gebouwen doorzoeken. Ja, zullen we anders jouw gebouw even doorzoeken? Ja, doe je ding. Doorzoek mijn huis maar. Helemaal goed. Helemaal prima. Je hebt geen geheime bunkers of zo? Nee, ik heb geen geheime bunkers. Oké, ja, ik heb er eentje onder mijn huis. En misschien nog wel een paar. Ja, ik heb er eigenlijk zoveel dat ik eigenlijk niet meer weet waar dat ze allemaal zijn. Oké, dus als we die vinden, dan mogen de diamonds meenemen? Of, Nee, dat is, jullie mogen niks meenemen. Kom op, jongens. We hebben al genoeg problemen in Kleurstad op het moment. Oké, nee, ja, weet je. Dacht met soort van beloning voor het goed doorzoeken. Nee, luister. We krijgen allemaal zeker geen beloning, want we hebben de stalker laten ontsnappen met z'n allen, oké? Mick, we gaan zoeken. Als we die geheime bunkers dan vinden, dan heeft de stalker waarschijnlijk die diamonds meegenomen. Dat is waar. Dat zou zomaar kunnen. Nou, jongens, succes. Ik ga even naar de professor toe. Oh. Willen ze ook nog mijn diamonds meenemen? Oh, als er iemand niks heeft verdiend vandaag, dan zijn wij het allemaal wel. Het is geen tijd voor beloningen op dit moment. We hebben gewoon de stalker laten ontsnappen. Oh, hoe dan? Professor? Hallo? Oh, hij is hier niet boven. Misschien dat hij beneden is. Professor? Hallo? Professor? Professor? Misschien is hij hier in het lokaal. Hallo? Giel, hoor je nou? Oh, hallo. Oh, hey. Hier ben je. Professor, er is wat gebeurd. En ik ben benieuwd of dat jij wat gehoord of gezien hebt. Gehoord of gezien Ja, de stalker is ontsnapt uit de gevangenis. Jullie hadden hem al gevangen genomen? Ja, we hadden hem gevangen genomen, in de gevangenis gestopt. Maar hij is ontsnapt. Maar het gekke is, er is dus geen raam kapot. Er is geen, ja, hoe zeg je dat, ijzeren tralies kapot. Net zoals dit, zeg maar. Dat is ook niet kapot. En alles is gewoon nog intact. Dus hoe heeft hij kunnen ontsnappen? Dat is de vraag. En hoe denk jij dat hij is ontsnapt? Nou, we dachten misschien, heeft hij bij jou iets van een codebreker gestolen ooit? Dat hij zag dat jij daarmee bezig was of zo en dat misschien gebeurd is. Oh nee. Ik was vanochtend dus aan het werk. Ja? En ik wist 100% zeker dat ik alles een beetje klaar had gelegd zoals het lag. En in één keer waren er vandaag dingen weg. Oh nee, dat meen je niet. Waaronder een codebreker. Oh nee. Dat meen je niet. Oh, dit is... Oh, jongen, dit is echt niet goed. Ik moet echt dus overal in één keer dubbele sloot op gaan zetten, volgens mij. Ja, ik denk dat ook een goeie is. En dan is de stalker dus nu weer vrij en kan die in al onze dingen komen met codes. Nou, het fijne is, zo'n codebreker kun je wel maar een aantal keer gebruiken. Dat is wel fijn. En hoeveel heeft hij er meegenomen? Eentje maar. Eentje. Ik denk dat ik eventjes naar Mick en de Pro toe ga om te zeggen dat ze eventjes al hun waardevolle spullen uit de chesten moeten halen uit de bank. Dat is misschien wel een goed idee. Ja, is goed. Oké. Oké. Doei, professor. Bedankt voor het helpen. Doei. Dit heeft wel veel informatie gegeven. Ja, super. Geen probleem. Oké, doei. Mick, Pro, waar zijn jullie? Jongens. Ze zijn hier toch aan het zoeken ergens. Dennis, stil. Zijn jullie bezig. Beneden? We zijn hier aan het zoeken. Blijf maar boven. Blijf maar boven. Jongens, je bent toch geen film aan? Het is geen tijd om te kijken. Nee, hij is niet hier. Hij is niet hier. Hij is niet hier. Ja, tuurlijk is hij niet hier. Heb je goed hierachter gekeken, Mick? Jongens, doe eens even normaal. Kom, er is dus wat gebeurd, oké? Ik kom jullie wat informatie geven als het mag. Als jullie ook serieus wij waren hier bezig zijn. Deze ruimte heel goed aan het doorzoeken. Ja, ik zie het. Allemaal goudblokken hier. Nou ja, jongens, luister, oké? Nee, Mick. Ik hoef geen goud, oké? Oké. Hij heeft dus een codebreker gestolen van de professor, zoals we al gedacht hadden. Wat? Okay. Het is echt zo. Ja, en denk eens eventjes een beetje verder. Wat kan je allemaal met een codebreker? Codes breken, inderdaad. En waar zitten ook codes op? Op chesten met codes. En waar staan die? In de bank. Nee. Kom op, we moeten eventjes al die spullen eruit halen. Want ik weet niet of dat hij dat zou pakken, maar we moeten maar eventjes zeker zijn, oké? Oh nee. Ik had zoveel diamonds daar liggen. Ja, precies. Nou, jongens, pak even alles eruit. Ik ga de noob eventjes waarschuwen. Want ik denk dat hij ook wel graag eventjes een diamonds uit de bank wil halen. Noob, hallo? Noob, kom eens naar buiten. Ja, Kiel! Ja, kom. Je moet even meekomen naar de bank en al je spullen uit de bank halen. Ik heb geen tijd om het allemaal uit te leggen, maar kom. Als ik bij jou mee mag wel, want als die... Nee. Ik denk dat we veilig zijn. Ik heb hem al een tijdje niet gezien, maar hij is wel ontsnapt. Dus eigenlijk zijn we helemaal niet veilig. Ik weet niet waarom ik dat zei. Kom. Ja, naar de bank. Als ik met jou ben, naar de bank. Dan voel ik mij wel veilig. Nou, kijk, dat is fijn om te horen, Noob. Dat is fijn om te horen, maar we moeten nu echt eventjes die spullen uit de bank halen. Wow, is al mijn deugd wel veilig? Misschien, ik weet het niet. Oh, je hebt natuurlijk alleen maar deugd. Waarom haal ik jou hier eigenlijk naartoe? Echt alle deugd in. Oké, ik ga ook eventjes kijken. 1, 2, 3, 4. Geel. Ja? Geel. Al mijn diamonds zijn weg. Al je diamonds zijn weg. Wacht eens even. Ik kon even niet goed kijken in mijn chest. Wacht.
1, 2, 3, 4. Wat is mijn code ook alweer? 2, 3, 4. Hè? Huh? Wacht, ik ben mijn code kwijt. Wacht eens even. Het is gewoon 0000. Wat? Jij weet al die tijd mijn code? Oh, oké. Okay. Ja. Alles zit er nog in. Oh, gelukkig. Ik had wel pistolen hierin gedaan. Waarom zijn mijn dingen wel weg? Ja, omdat ik alleen maar pistolen had. Misschien wilde die alleen diamonds hebben of zo. Ik weet het ook niet. Oh, ik had 40 diamonds hierin. 40 diamonds? Volgens mij wilde die niet alleen diamonds hebben. Mijn spullen zitten nog wel allemaal in. Misschien is een codebreker gebroken naar die van Mick. Oh, ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Oh, is hij dan van rechts naar links gegaan en dan... Ja, nou, dan Mick, is ergens zat ook er een wel allemaal in. Oh, ja, tuurlijk zat je ducht er nog allemaal ja. in. Ja. Oh, ik hoop dat hij een codebreker verspild hebt op jouw ding. Mick, je moet het zijn. Gewoon zien als een compliment misschien, want hij dacht van... Hé, hey, Mick heeft vast de beste spullen. Dat is dan wel zo. Ik ga in bed liggen en huilen, doe ik. Oké, nou, dat snap ik. Mick, veel sterkte. En als je nog wat diamonds nodig hebt of zo, dan wil ik die best even aan je lenen. Oké. Ja, ik heb ze nu bij. Ik heb eigenlijk helemaal geen diamonds. Nou, ga ik weer in bed liggen huilen. Oké, nou, succes met huilen, Mick. En ja, ik ga ook huilen, want ik heb al mijn spullen nog. Klik hier voor de volgende survival video van Mick. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik je hopelijk morgen weer terug bij een nieuwe video. Doei!